Karin, net gedaan, de jumping. Fantastisch parcours en dan op het einde één foutje. Ja, ik ben eigenlijk... Ik had echt een heel goed gevoel en Fletcher sprong echt super. En dan ja, die laatste was er waarschijnlijk juist te veel aan en daar baal ik wel een beetje van. Ja, in zo'n goed parcours. Ja. Sowieso, maar over het algemeen, ik denk we hebben gezien Fletcher, de combinatie Karin Donkers, Fletcher, over de drie onderdelen is een combinatie sowieso voor de toekomst. Ja, ik denk het ook wel. Een paard van 9 jaar, eerste keer dit niveau en ik heb het gevoel dat ik eigenlijk alle drie de disciplines vrij goed beheers al en dat er zeker nog progressie mogelijk is. Dus dat belooft voor de toekomst, denk ik. En hoe kijk je terug in het algemeen hier over dit WK, over deze Spelen? Ja, ik had voor mijzelf een top 15 plaats gehoopt. Dat is gelukt. Dus moet ik eigenlijk tevreden zijn. Natuurlijk, dressuur was ik heel tevreden, de cross ongelooflijk tevreden. Maar mijn Fletcher sprong ongelooflijk goed. Ja, spijtig van die laatste balk. Maar dat is nu natuurlijk een klein beetje een domper op de afsluiting. Maar oké, ik denk dat we een heel goed parcours hebben afgelegd over de laatste 3 dagen. Gezien de laatste voorbereidingen, ik denk dat ik dit weekend terug de eerste keer gesprongen heb sinds 4 weken. Moet je toch ook altijd nog een beetje rekening mee houden. Want hoe voelde je voet aan vandaag? Ja, als je in de wedstrijd zit, vergeet je dat wel. Maar 1 keer met opwarming bijvoorbeeld, als ik echt diep, dan maar als je in een stadion komt met 25.000 mensen, dan vergeet je dat. Ja.